De buitenspeeldag vond afgelopen woensdag voor de 9e keer plaats. Op die dag gaan kinderzenders Nickelodeon, Ketnet en VTM Kazoom op zwart om kinderen aan te zetten tot buitenspelen. Buitenspelen is echter niet voor alle kinderen evident. Daarom organiseerde JOETZ een buitenspeeldag voor de zieke kinderen van het AZ Groeninge in Kortrijk. Wij proberen eigenlijk de kinderen een heel leuke namiddag te bezorgen. Dus de kinderen die niet naar buiten kunnen, die proberen wij hier in onze binnenruimte een leuke namiddag te bezorgen met spelletjes gegeven door onze animatoren, die verkleed als piraat hier de animatie voorzien. Voor de kinderen is het alvast heel leuk om mee te kunnen spelen. Maar ook de ouders zijn blij met dit initiatief. Ik vind het een heel leuk concept. Het is leuk voor de kinderen dat ze ook kunnen gewoon gezellig spelen hier. En het is leuk, en zeker ook in een ziekenhuis. Ja, voor de kindjes is het niet echt een ideale omgeving om veel te kunnen doen. Maar als ze zich hier kunnen uitleven, is het net een heel goed idee.